Ja, hier is Vissie weer en ik ben hier met Jarie. Dit is wedstrijd van de week. Nou, Jarie is weer terug van vakantie. Oh ja, zeker. En hij heeft een nieuwe laptop, stond er? Ja, klopt. Maar je klinkt wel anders. Ik hoop dat het niet met de opname zo is. En anders moeten we even later kijken hoe we dat gaan doen. Maar dan weten jullie dat in ieder geval dat wat anders gaat klinken. Maar we hebben gekozen voor Heracles PSV. Aangezien voor eigenlijk ook wel Feyenoord Utrecht ook een leuke wedstrijd was. Maar ja, volgende week Feyenoord AZ. Dus ja, Feyenoord, dan is het... Nou, dat wordt wel een beetje te veel, hè? Dat wordt een beetje te veel Feyenoord op mijn kanaal. Dat kan ik niet aan, zeg maar. AZ trouwens wel eerste, nu in de Eredivisie. Ja. Nog geen doelpunt tegen trouwens. En even kijken, Utrecht 2, Ajax 3, Heerenveen 4, Sparta 5 en dan Twente, PSV en dan de rest, zeg maar. En Feyenoord 12e, om het even te vermelden. Ja. Heracles trouwens nu 14e en PSV dus 7e. Maar ja, het zegt helemaal niks. Nee, klopt. Ja, beide ploegen zijn nog een beetje zoekende. PSV is natuurlijk ook bezig met die voorrondes voor de Europa League. Dat is wel zo. En Heracles is gewoon heel slecht begonnen. Ja, te tijdig het opnemen, weet je nog niet wat PSV gedaan hebben? Of wel? Nee, die gaan zo meteen spelen. Kijk, die gaan echt zo meteen spelen? Mm-hmm. PSV ook 8:30. Oké. Okay. Ja. Allebei thuis spelen ze trouwens. Mm-hmm. Ja, maar PSV heeft gewonnen uit, dus ik denk niet dat dat een probleem wordt. Nee. Maar dat weten we dus niet. Misschien dat het... Ik weet nooit wat er gebeurd is allemaal. Dus dit is voor PSV appeltje-eitje, denk ik. Ik denk het ook. Alleen op kunstgras is het natuurlijk niet de lekkerste wedstrijd. Maar ja, met die voorhoede van PSV moet het wel goed komen, denk ik. Mm-hmm. Ik denk het ook wel, ja. Ja, hij ziet ook wel aanvallen, hè. Zelfs in de game 81, Heracles 70. Mm-hmm. Ja. Ja, Lozano is natuurlijk weg. Dus die staat hier nog wel bij. Maar ja, ze hebben gewoon echt goede spelers met die Bruma, Malen. Dus... We gaan het gewoon zien. Wij gaan over naar de wedstrijd natuurlijk. En laat eventjes vooral je voorspelling achter bij de comments. Oh ja, en liken. Nou, daar gaan we. Zijn de kansen verkeken? Jij hebt al wat gespeeld, FIFA? Met deze wat bedoel je? Sinds je vakantie? Nee, volgens mij echt helemaal niet. Misschien één potje of zo. Dus ik moet er even wennen. Maar dan wel met en dan ook nog met PSV. Ja, het spel toch? Baggerploeg. Ja, maar waarschijnlijk. Oh, dat klopt wel. Oh, ik heb Angelino erin laten staan per ongeluk. Dan zullen deze aanvallen. Die is weg. Wel het veld heel klein moeten maken. Kijk, Pereiro. Worden ze echt middenveld. Gaston Pereiro. Jongen. Wat een kutschot. Die is er doorheen. Oh, Gakpo. Zo'n goede speler, maar op FIFA is hij nog niet echt die 660 rated. Bal teruggelegd. Kijk, Pereiro die kan op zich wel schieten. What the fuck? Zeg. Goeie redding. Ah, nee joh. Bergwijntje. Die gaat waarschijnlijk ook. Kutte verlichting zegt dit op het veld. Ja, die schaduwen vind ik altijd zo kut. FIFA. De bal wordt in het strafschopgebied gebracht. Kijk, zoet netjes. Hé joh! Oh. PSV krijgt overtreding. Ik denk al, hij laat hem gewoon los. Kom op. Kom op. Ach, nou, kom op nou, jongen! Er zit iemand tussen. Het is tot nu toe bar en boos, het niveau. We moeten even beter ons best doen. Dat is de Eredivisie, hè? Dat... Oh my god. Ja, dat klopt. Bergwijn. Oh. Wat? Nee, joh. Hij schiet niet. Oei, oei, oei. Bergwijntje naar buiten. Nee. Kom op, ja, tuurlijk. Kom op. Hij speelt dit. Wat een snelheid. Met links? Nee joh. Nee, come on! Hey! Oh! Ja, nou, nee joh. What the fuck? Heerlijk, hè, zo vol die. Doe je al malen. Daar moet je wel wat. Doe je al malen. Daar is het niet meer bij Ajax. Oei. Nee, dat lijkt. jongen. Open doel. Nou, Bergwijn, jij dan. Ja. Man. Maakt het dan toch weer een beetje goed. Bergwijntje. Keeper. Jezus. Ja. Ja, Bergwijn gaat waarschijnlijk ook zijn contract verlengen. Tenminste, hij heeft aangegeven dat hij wil blijven bij PSV. Oké, ja. Ja, naar Ajax, ja. Nu is het natuurlijk niet echt meer nodig, omdat de grote spelers hun contract verlengd hebben. Ja.
Dus ja, nu vind ik het eigenlijk wel goed dat hij bij PSV blijft. Gewoon de Nederlandse competitie moet toch ook een beetje sterk blijven. Nou, come on! Jezus! Ik denk, hou een beetje af, snap je? Dat ik gewoon de... Nou, tegen tussen twee mannen in en dan binnenkant paal erin. Swapie, dat is ook natuurlijk wel een bijzonder verhaal dat hij weer terug is bij PSV. Ik weet daar niks van, joh. Ja, die ging... zijn contract was afgelopen, dus hij ging terug naar Duitsland omdat hij... Volgens mij had hij een zieke zoon of zo en hij wilde dicht bij zijn familie zijn. Ja. En nu, een paar maanden later, heeft hij geen club gevonden en nu is hij weer terug bij PSV. Ja, hij heeft toch geld in plaats gekomen. Ja. Ja, het zal dan wel een stuk beter gaan nu met zijn zoon. Ik vond het wel verrassend. Nou. PSV is al tevreden. Het is een soort van wonder gebeuren in deze tweede helft. Maar... Ik ben benieuwd of de tweede helft kan altijd net zo'n succes wordt. Houdt hij het hoofddoel? Ik toon naar buiten. De bal wordt voor het doel gebracht. Nou, nee. Oh, wat een kutgoal. Oei, oei, oei. Hier zit. Dat is malen zeker. Dat is pijnlijk voor de keeper. Hij stopte de eerste. Ja, ze lopen een beetje over elkaar heen te rollen. En die wisten wel raad mee. Een evenwichtige wedstrijd zal het niet worden. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Kijk nou. Uitstekend. Lekkere redding. Ja, knap gedaan. Het was een behoorlijke kans van die afstand. Wat vind jij eigenlijk van Zoet? Zo'n kutkeeper. Ja, ik hoor zelf altijd... het ook helemaal niks, met alle respect. Maar ik vind het echt niks. Nee, ik hoor altijd van mensen dat het zo'n geweldige keeper is en de beste keeper van Nederland. Maar ik zie het niet persoonlijk. Maar... Ik weet het ook niet, joh. De hoekschop komt in het strafschopgebied. De bal komt diep, maar de tegenstander weet de bal toch weg te werken. Ha! Nou, dat was toch een grote kans. Dat ziet hij zelf. Dat is geen topschutter. Breukers. Een uithaal van ver weg, maar de bal vliegt over de lat. Ja, opnieuw een prima paas van deze man. Hij raakt ze goed vandaag. Wie weet levert dit kans op. Vrij gestoken naar die bal. Zo! Zo, die schiet hem lekker in. Maar dat is echt het verschil in team, zeg maar. Ja, zeg niet normaal. Als ik dit schiet, vliegt hij in de kruising. En als jij schiet, vliegt hij over. Ja, dit maken ze niet meer goed even. Ja, er is natuurlijk geen enkele realistische manier waarop ze de teams goed kunnen balancen in FIFA. Nee. Want iedere profvoetballer kan een bal in de kruising schieten. Ja, dat kunnen ze op FIFA moeilijk doen. Ja, precies. Genoeg ruimte om te benutten. De bal wordt in de 16 gebracht. Daar die kan er ook in. Het is echt niet leuk meer gewoon. Het is niet leuk meer. Voor die patch ging dit erin. Ben ik serieus. Dat, Ja, ik weet niet. Ja, ik speel niet zo heel veel FIFA dus. What? Was dat een schot? Ja, het was een schot. Dat zag er heel gevaarlijk. Dat was een schot, hè? De steekpas wordt tijdig onderschept. Het slaat helemaal nergens op dit. Ja. Deze achterstand gaan ze niet meer goed maken. Die is doorgebroken. Een doeltrap. Zonder doeltrap? Hè? Nou, wat? What the fuck, zeg? Ja, maar een balletje kan raar rollen. Ze hebben de wedstrijd. Dat moest toch gewoon een corner zijn? Kan het niet anders? Ben ik nou gek? Ze zijn de bal kwijt aan de tegenstander. Die wordt weggestuurd. Oh, dat is een leeg balletje. Ineens door het midden. Toch? Mm-hmm. Dat, Die bal is een zoet wakker. Tegenstander. Dat ziet er goed uit. Nou, dit is wel een corner. Ja. Iedereen staat klaar voor de corner. Jongen. Hij kiest ervoor om de bal voor het doel te brengen. Oh, die blijft hangen. Oh, dit is niet goed. Wat een was. Dit is een grote kans hoor. Een doelpunt en zonder de stand nog wel. Het werd wel tijd, maar al die kansen. Ja, veel meer is het niet. Jongen. Een eretreffer. Met de pet naar gegooid. Wat is hij aan het doen nou eens een keer? Ja, ik weet ook niet. Kijk eens! Hè? Hè? Loopt gewoon vast. Ja, mijn beeld blijft ook hangen, toen ging ik trillen. Dat, hè. Ja, dat doet niet veel. De wedstrijd is al een tijdje gespeeld. Tja, de dag om snel te vergeten voor het team. Gaston Pereiro.
Gaat professioneel uitspelen. Hm? We hebben nog maar 1 minuut te gaan. Het balletje wordt lekker. Nog Europa League voorronde spelen. Daar horen we en dus wint PSV. Ja, weten we niet 100% zeker. Hè? Nee, maar daar ga ik wel van uit. Even trouwens voor de duidelijkheid. Ik had in de eerste helft 0-0. Mm-hmm. Maar kijk wat ik nog heb dan in de tweede helft. Ja, de tweede helft was voor jou duidelijk. Alleen ja, het afronden is natuurlijk niet zo makkelijk met Sylvester van der Water. En zijn maten. Jesper Drost. Oh, de vier. Nou, het is wel een uitslag dat het best wel kan natuurlijk. Heracles en PSV. We gaan het gewoon zien, jongens. Ik zou zeggen, like eventjes deze video. Dat is gewoon altijd fijn natuurlijk. En nogmaals, laat de vertelling achter bij de comments. En dan zien wij elkaar weer snel. Later, bye bye.